De netto-winst van de Finabank is in 2022 gestegen met 87%. En wel van 85,3 miljoen SRD in 2021 naar 159,6 miljoen SRD in 2022. De bank concludeert dan ook dat het vertrouwen van de klanten en de markt verder is toegenomen. En zich heeft geuit in de verder groei van het marktaandeel van 13 naar 17%. Verder zijn de totale opbrengsten van de bank gestegen met 29%. Terwijl ook aan de kostenzijde een verhoging van 28% wordt genoteerd. Met name door personele uitgaven en koersstijgingen. De resultaten over 2022 van de Finabank werden tijdens de algemene ledenvergadering gepresenteerd aan de aandeelhouders. Tijdens een bezoek aan het district Nikeri heeft het ministerie van ROS de rehabilitatie van het Nikeri Indoor Stadion NIS officieel in gang gezet. Het stadion verkeert in een zeer slechte staat. Zaterdag hebben enkele aannemers een presentatie bijgewoond over de verwachtingen van de renovering. Zij hebben hierna 4 tot 6 weken de tijd om hun bestek en berekeningen in te dienen. Dit project wordt gefinancierd door India UNDPF, waarbij het ministerie van ROS de projectaanvrager is en het ministerie van Bibis als contactpersoon fungeert. De Telegraaf- en Telefoonwerknemersorganisatie Suriname, TTWOS, meer bekend als de vakbond bij Telesuur, is solidair met grote delen van de vakbeweging in Suriname. Echter zal TTWOS de aangekondigde eendaagse vakbondsactie van morgen niet fysiek ondersteunen. De bond bij Telesuur is met al haar leden solidair met haar vakbondsbroeders en de werkenden die morgen thuis zullen blijven om zo uiting te geven van hun ongenoegen met betrekking tot de steeds verslechterende economische situatie in het land.